Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlogmus. Heel grappig, ik zie mijn vlogcameraatje in de schaduw. Vandaag neem ik je mee in de sale aankopen die ik de afgelopen dagen slash weken deed. Er zijn nog 1 of 2 pakketjes naar me onderweg. Ik ga niet voor je liegen. Ik ben redelijk doorgeslagen. Nou, zit daar wel een bewuste strategie achter. Ik probeer namelijk zo min mogelijk te kopen door het jaar heen. En dat wil ik volgend jaar echt ook beter doen. En dan 2 keer per jaar echt goed mijn slag te slaan bij de sale. En dan ook wat luxe items te kopen die ik normaal te duur vind. En nu wel het geld waard vind. Dus dat heb ik dit seizoen gedaan. Het kan dat er nog iets terug gaat. Maar ik dacht, ik pas in ieder geval alles even. En dan laat ik het aan jullie zien. En dan hou ik in ieder geval de stuks waar ik het meest dol op ben. De eerste aankoop is deze legging broek van Saxpots. Een Scandinavisch merk waarvan ik ook naar de show ben geweest met Kopenhagen Fashion Week. Een heel cool merk. En ik zocht een broek die heel lekker zit. Net zo lekker als mijn Nike sportleggings. En die wel meteen een fashion outfit is. Ik draag eigenlijk vooral veel blauwe jeans of zwarte broeken. Dus dit is dan net even iets opvallender. En dit topje is ook nieuw en dit is van Topshop. Ik vind het wel mooi om dit met bijvoorbeeld camel te combineren, maar ook zelfs met andere printjes. Ik mocht wat dingen uitzoeken bij Weekday, wat natuurlijk de grootste perks of the job zijn. En toen zocht ik onder andere dit kooltruitje uit. Hij is nu ook in de sale en ik wilde deze even tippen omdat hij zo lekker zit. Het is een heel dun kolletje, eigenlijk tussen een kraag en een kool in. En het is zo'n lekker zacht stofje en hij heeft hele lange mouwen en er zit een soort bruinrode tie-dye in. En dit zijn van die dingen, die kunnen overal onder een blazer, onder een pak. Gewoon chill op een jeans of zelfs op een joggingbroek. Dus dit zijn echte dingen waar ik in deze tijd van het jaar in hun leef. Het zijn ook wel dingen die na een paar uur dragen niet altijd heel fris meer zijn. Omdat ze toch vaak een beetje synthetischer zijn. Dus daarom zorg ik dat ik er wel genoeg in mijn kast heb. Zodat ik een beetje door kan wisselen. Deze ken je misschien als je me op Instagram volgt. Kopenhagen Fashion Week, toen had ik deze aan. Deze jurk van Rikso, die had ik toen geleend voor de Fashion Week. En ik voelde me hier zo mooi en knap in. De fit van hun jurk is gewoon echt fenomenaal. En past heel goed op mijn lichaam. Ik heb best wel een zandloperfiguur. Dus dit sluit gewoon perfect hier aan. En ik vond hem de hele tijd te duur. Maar deze was nu ook voor de helft. En toen werd het opeens echt wel een betere aankoop. Dus die heb ik ook alvast met het oog op volgende zomer gekocht. Ik vind het slim om dan nu dingen te kopen waarvan je weet dat je ze nog volgende zomer of volgend seizoen heel graag wil dragen. Het is relatief dus oudere collectie, maar ik geloof juist dat het tof is om zoiets gewoon eigen te maken en te blijven dragen. En dan juist niet voor elk seizoen alleen maar de hele tijd de nieuwste dingen te kopen. Dit topje zit zo lekker. Het is helemaal van velvet. En de kooltruitjes die ik normaal gesproken veel draag zijn vaak een beetje semi-transparant. En deze is echt heel stevig. Het is een beetje een bijtje. Ik twijfel nog een beetje of ik deze ga houden of ga terugsturen. Omdat die wel de duurste van mijn aankoop ongeveer was. En je ook wel veel tie-dye kooltruitjes ziet in high street winkels. Maar ik had hem al zo lang op het oog. En ik dacht, ik wil hem in ieder geval heel even passen en kijken hoe het staat. Ik heb hem nu zo aan. Met deze sikke nieuwe laarsjes van de Topshop. Daar mocht ik wat dingen uitzoeken. 16 centimeter, let's do this. Die zijn nu wel bijna uitverkocht. Maar ze zitten dus heerlijk. Dit zijn gewoon de benen waarvan ik eigenlijk vind dat ik ze had moeten hebben. Deze jurk van wederom Rikso kocht ik ook in de sale voor de helft. Ik droeg afgelopen zomer heel graag die jurk met zebraprint. En ik dacht, oké, die heb ik nu wel even een beetje uitgespeeld. Ik zocht heel erg nog een vervanger voor volgende zomer. Of ja, ik zocht hem niet heel erg. Maar ik kwam hem tegen en het leek me een goed plan. Wederom, er is gewoon iets in deze fits wat zo goed bij mij past. Het is precies hoe deze halslijn valt. Een soort van smal, maar wel diep. En dan zit hier altijd een soort detail. Of het nou knoopjes zijn of die wikkel. En het zit allemaal waanzinnig lekker. Deze tas van Wandler kocht ik als vervanging voor al mijn stoffen canvas tassen. Waar ik altijd mijn laptop in meesjouw. Ik dacht, het is tijd voor een grown-up werktas. En deze was 50% afgeprijsd. En ik heb al 2 andere tassen van Wandler. Waar ik super blij mee ben. De kwaliteit is waanzinnig. En het is een Nederlands merk van een ontwerpster die ik ook ken. Dus dat vind ik ook waanzinnig leuk om te supporten. Het is van leer en het heeft een soort tie-dye effect. En er past gewoon ontzettend veel in. Dus dit is mijn nieuwe en enige werktas. Ook nieuw in mijn leven zijn deze Topshop laarsjes van dezelfde giftcard die ik kreeg. Die dus verrukkelijk zitten. Ik had geen enkel laarsjes, geloof het of niet. Die gewoon lekker zaten waar ik de hele dag op kan lopen. En dat zijn absoluut deze.
Dit topje is ook van Topshop en vind ik echt briljant omdat het zo mooi fit heeft. En dan door dit uitlopende onderkantje krijgt het echt zo'n woep peplum effect. Alleen bij mij is deze chest area gewoon te klein. Dus als ik even beweeg of zo, dan blijven ze er niet in zitten. Dus ik heb net besloten dat deze naar Evie doorgaat en dat ze meteen een holiday topje heeft. Maar kijk even hoe mooi dit afkleedt, jongens. Deze jurk van Gunny heb ik een tijdje terug gepast voor Kopenhagen Fashion Week. En in mijn beleving zat hij toen veel strakker. Je zou wel echt willen dat deze bandjes een stuk hoger zitten. En dit valt ook best wel open. Dus ik twijfel nu heel erg of ik niet een 34 had. Maar kan ik me bijna niet voorstellen. Wel een geweldige stof. Deze had ik gekocht met het oog op toekomstige trips naar bijvoorbeeld Kaapstad om dan te fotograferen. Want het is echt een stof die geweldig op beeld is. Conclusie is wel dat ik denk dat deze terug moet. Dit item scoorde ik met name ook voor Kopenhagen Fashion Week, waar ik in januari weer naartoe ga met hele statement mouwen. Ik heb hem nu voor het eerst aan, dus ik moet nog even nadenken wat ik er precies van vind. Of ik hem de moeite waard vind om te houden, maar ik vind het wel echt een cool statement item. Dit is een Topshop topje, lichtelijk doorzichtig en met een hele leuke gerafelde rand. Wat ik vooral op jeans graag draag, maar eigenlijk op van alles kan. Ook op een andere print, op een zwarte pantalon. Dit soort topjes zijn gewoon heel chill om in je kast te hebben.